Peter, de SP is vanavond ook aanwezig. Jullie hebben ook, neem ik aan, een mening over de 500 asielzoekers in de Eurohal. Ja, dat kun je wel zeggen. Het is natuurlijk het is prima dat ze nu gaan komen, hoor. Alleen de manier waarop is een beetje jammer dat de Raad toch niet daar ook in meegedeeld is. Beetje zonde. Ja. Hoe is dat volgens jou juridisch gezien geregeld? Wie is daar eigenlijk, wie heeft zeggenschap daarin? Nou, volgens mij zoals het nu gegaan is, kan het wel. Alleen ik vind het toch een beetje een gemiste kans dat we niet gehoord zijn hierin. Ja. Maar stel dat jullie wel gehoord zouden zijn, wat was dan jullie stelling geweest? Nou, dan was de stelling wel geweest dat ze welkom zijn, maar het kwam nu een beetje rauw op de dak. Dat was een beetje jammer. Maar goed, ik had wel doorgekregen dat we in ieder geval 100.000 euro per maand krijgen van de staat. Dus ik hoop toch wel dat we daar wat leuks mee gaan doen in de gemeente. Ook zeker wel voor de asielzoekers. Ja. Waar is dat geld voor? Nou, ik had begrepen dat dat een tegoedkoming was voor dat we asielzoekers op gingen vangen hier. Nou ja, laten we het ook gebruiken voor dat. Kijken of we een beetje een samenhorigheid kunnen creëren. Ja. Ja, de SP vindt het jammer dat het op deze manier is gegaan. Jullie zijn wel gehoord. Hebben jullie daar nog op gereageerd richting het college? Nou, verder nog niet. We hebben natuurlijk alle fractievoorzitters, die wisten het wel. Maar goed, die hebben dus ook eerst niks gezegd. Maar goed, donderdagavond kwam het toch een beetje rauw op mijn dak toen ik het hoorde. Ja. Nu komen er 500, uitloop van een half jaar naar een jaar. Ja, ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Goed, de burgemeester vertelt ons al wel dat het echt niet langer is dan een jaar. Een half jaar met een optie van nog een half jaar. Maar ja, goed, de wet gaat straks ook veranderen. Dus je hebt natuurlijk ook kans dat ze gewoon zeggen van je moet weer. En dan heb je de keuze niet meer. Ja, nou is niet iedereen blij in Zuidbroek over dit verhaal. Ja, ja. Wat willen jullie tegen hun zeggen? Nou ja, ik hoop dat we in ieder geval onderling een beetje samenhorigheid kunnen krijgen. En dat ook de mensen betrokken worden bij het geheel. En laten we hopen, op een goede uitkomst. Ja. Ja, het is natuurlijk wel een heel serieus probleem, hè, dat asielprobleem. Ja, maar ja, goed, dat speelt al zo lang. En ik ben maar benieuwd of ze nou in dit jaar dan ook een keer de regering het voor elkaar kan krijgen. Want daar heb ik nog niet zoveel vertrouwen in. Nee. De burgemeester zegt, dit is voor Midden-Groningen een mooie kans om eigenlijk ook gewoon geen permanent AZC te krijgen. Ja, dat zegt hij nu. En dat, zoals het nu ligt, is dat ook waar. Alleen als de wet zo meteen aangepast wordt, werkt het gewoon niet meer. Want dan kunnen ze ook gewoon geplaatst worden zonder of je nou wel of niet ermee eens bent. Ja. Dan moet je het accepteren. Ja. En nu zijn er een aantal garanties ingebouwd in de overeenkomst met COA. Ja. Die heb jij, neem ik aan, gezien. Wat is jullie mening daarover? Ja, nou goed, ik bedoel, het is mooi dat het zo is. We krijgen wat marechaussee erbij voor, in ieder geval voor de controle. Dat goed gaat, 24/7 had ik begrepen. En ja, laten we hopen, ik bedoel, met die garantie dat het dan ook eerst even hier weer bij blijft. Want het is constant dat er dingen zijn. En ja goed, we zitten met problemen met gas. Ook dat is niet opgelost en dan staan we weer vooraan om te zeggen van goed, kom bij ons en we gaan kijken wat we ermee kunnen. Ja, wat had het college hier anders op moeten doen? Ja, ik denk weinig anders. Ik bedoel, je moet iets. Ik bedoel, die mensen kun je niet op straat laten staan. Dus je zult toch op den duur iets moeten verzinnen. Maar ik hoop gewoon, ik bedoel, dat het hier gewoon eerst weer bij blijft en dat de regering eindelijk een keer oplost. Maar het gaat al jaren zo. Okay.